Met de octaanzuurademtest onderzoeken we de maagledening van vast voedsel. Het is belangrijk dat u nuchter aan deze test begint. Ook fysieke inspanningen zijn verboden. Hou het dus rustig. In het doosje zitten 1 zakje met poeder, een plastic rietje om te blazen en 18 glazen buisjes met schroeftop, genummerd met 0, 0, 0 en van 1 tot 16. Voor u de test start, moet u eerst een pannenkoek bakken. Doe de inhoud van het zakje met poeder in een mengkom en voeg 70 ml water toe. Meng alles tot een homogene massa. U mag voor het bakken een klein beetje boter gebruiken. Klaar? Dan kan u de test beginnen. Plaats nuchter in buisje 0. Houd hiervoor het uiteinde van het rietje op de bodem van het buisje en blaas 5 tot 6 seconden door het rietje tot het buisje duidelijk aandampt. Sluit het buisje zo snel mogelijk. Doe dit nu onmiddellijk opnieuw met het buisje 00. Nu mag u de pannenkoek opeten. U hebt hiervoor maximum 10 minuten tijd. Als u wil, mag u hierbij een glas water drinken. Noteer het tijdstip dat u klaar bent. 15 minuten na het eten van de pannenkoek blaast u in buisje 1. 30 minuten na het eten van de pannenkoek blaast u in buisje 2. En zo verder. Om het kwartier blaast u dus in het volgende buisje. 4 uur na het eten van de pannenkoek zijn alle buisjes op en is de test afgelopen. Bewaar de buisjes in de koelkast tot u ze kan terugbezorgen aan het secretariaat gastroenterologie op de Kennedylaan.